Geliefde broeders en zusters, in een reeks spreken heeft Sheikh Abdul Majid gesproken over het belang van kennis. En ik wil niet herhalen wat hij heeft gezegd, maar ik wil slechts jullie en mezelf herinneren aan het belang hiervan. Zoals Allah Azza wa Jalla ons herinnert in de Koran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ betekent herinner. En herinneren betekent dat je iets al weet en je wordt eraan herinnerd. Het is niet dat jou iets onderwezen wordt, maar je wordt herinnerd aan iets wat je al wist of wat je al weet. Waarom? Om het uiteindelijk in de praktijk toe te passen. Om er iets mee te doen. Want een van de kenmerken van de mens is dat we vergeetachtig zijn. Dat we soms door de drukte van het leven, essentiële zaken in het leven, vergeten. Vandaar dat ik even een aantal reflecties met jullie wil delen, met de hoop dat het bij ons aankomt. En dat het ons herinnert aan de functie die wij hier op aarde vervullen. En de taken die wij op ons hebben genomen, zodat we dat ook op de juiste wijze gaan doen. Want op de dag des oordeels zullen we daarover ondervraagd worden. En iedere van ons zal het streven moeten hebben om die antwoorden op de juiste wijze, om die vragen op de juiste wijze te beantwoorden en van de juiste antwoorden te voorzien. Dus ik denk daarom dat het belangrijk is om dit onderwerp vaker en vaker te bespreken. Niet alleen maar in de vorm van een preek, maar ook in je privésfeer, thuis, op werk, om jezelf voortdurend te herinneren aan een belangrijk onderdeel van jouw bestaan. Want op het moment dat we het over kennis hebben, geliefde broeders en zusters, hebben we het niet over een luxe zaak, over iets wat erbij komt, wat alleen een bepaalde groep mensen horen te doen. Kennis vergaren en kennis opdoen. Het bezitten van kennis is een onderdeel van jouw bestaan. Sterker nog, dat is datgene waarmee Allah Azza wa Jalla jou van andere wezens onderscheidt. Toen de engelen Allah Azza wa Jalla vroegen, omdat ze de wijsheid ervan wilden weten, zeiden ze tegen Allah, قالوا أتجعل فيها. Toen Allah zei, ik ga een mens op aarde zetten. En hij zei trouwens niet een mens, hij zei een khalifa, een plaatsvervanger. Rentemeesterschap, iemand die zijn verantwoordelijkheid gaat nemen om aarde op de juiste wijze te managen. Dat is wat Allah Azza wa Jalla zei. En de engelen stelden de vraag, gaat u, o Allah, iemand op aarde zetten die één bloed vergiet? Dat doet de mens ook. Verderf zijt, dat doet de mens ook. En wij zijn degene die u ten alle tijde verheerlijken. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ten alle tijde u bedanken en daar tevreden mee zijn. Toen zei Allah Azza wa Jalla iets bijzonders, iets heel moois, die ons zou moeten herinneren aan ons bestaan en de essentie van het leven. Hij zei, ik weet wat jullie niet weten. Maar het antwoord kwam onmiddellijk, kwam direct nadat Allah heeft gezegd, ik weet wat jullie niet weten. En hij onderwees Adam. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, in een andere vers, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. We hebben de kinderen van Adam geëerd. Met wat ben je geëerd? Hoe heb je die positie van Allah Azza wa Jalla verkregen? Doordat jij een lichaam hebt, andere wezens hebben ook een lichaam. Doordat je ogen hebt, andere wezens hebben ook hebben ook ogen. Doordat je een leven hebt gekregen, andere wezens hebben ook een leven gekregen. Met wat ben jij uniek gemaakt? Met wat ben je geëerd door Allah Azza wa Jalla? Door het verstand dat jij van Allah Azza wa Jalla hebt gekregen. Wat jou een mukallaf maakt. Je kunt niet een aanbidder zijn. Je kunt niet een dienaar van Allah Azza wa Jalla zijn zonder dat vermogen wat Allah Azza wa Jalla jou heeft gegeven. En het vermogen, oftewel verstand, heb je gekregen om kennis op te doen. Om te leren. En kennis hiermee bedoel ik kennis in zijn algemeenheid. Niet een specifieke vorm of soort kennis. Zoals religieuze kennis. Teken of dit concept belangrijk is. Maar de Koran en de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreken over dit concept van kennis, over kennis in zijn algemeenheid. Kennis die jou dichter bij jezelf brengt in de eerste instantie. Dat jij van jezelf, dat je kennis hebt van jezelf. Allah zegt het ook in de Koran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kijk jullie niet naar julliezelf. Leer jezelf kennen. Wie heeft ooit een goed gesprek met zichzelf gevoerd? Over je doelen, over je ambities, over je kwaliteiten, over je tekortkomingen. Want als jij jezelf niet kent, als je jezelf niet in de spiegel kijkt, of als je een goede vriend hebt, een goede gezelschap hebt, die jou herinnert aan jouw tekortkomingen, maar ook aan jouw kwaliteiten, dan kun je heel moeilijk jezelf leren kennen. Ook kennis met betrekking tot de Almachtige. Kennis die jou in staat stelt om Allah Azza wa Jalla te leren kennen. Hoe kan je Allah Azza wa Jalla aanbidden
Als jij jezelf niet kent en als je je schepper niet kent. Als je de namen van Allah niet kent. Als je de eigenschappen van Allah niet kent. Als je de Koran nooit van kaft tot kaft hebt bestudeerd. Om te kijken wat Allah Azza wa Jalla van jou wil. Terwijl je urenlang doorbrengt op TikTok, op Instagram, op Snapchat. Dat zijn cijfers. Het is niet om een bepaalde negatieve sfeer te creëren, maar het zijn harde cijfers. Gemiddeld een jongere brengt 5 tot 6 uur per dag door op social media. Dat is de generatie waar we het over hebben. Ik kan wel tegen mij zeggen, ik bekijk filmpjes die nuttig zijn, maar die gaan jou niet verbrengen. Kennis doe je niet op door korte filmpjes of shorts van maximaal 60 seconden. Kennis doe je op door een structuur daarin te brengen. Door te weten waar je moet beginnen, wat je doel is en waar je wilt eindigen. Maar door die hapjes te nemen, wat ook fastfood wordt genomen, zowel in eten als in kennis, gaat jou niet verbrengen. Kennis doe je niet op via YouTube, via shorts, via TikTok. Via het zogenaamde influencers die niks weten, behalve hoe ze hun verhaal moeten verkopen. Meer dan dat is er niet over het algemeen. En daarom is het belangrijk voor een gelovige om daar bewust van te zijn. Over welke soort kennis hebben we het? En hoe wil ik dat gaan bereiken? Hoe wil ik die positie bekleden die Allah Azza wa Jalla voor mij heeft gewild? En daarom zie jij mensen die zich bemoeien met medische zaken terwijl ze daar nog nooit van hebben gehoord. Of daar nog nooit iets over hebben gelezen. Je ziet mensen over de minbar spreken, over de hadith, over de Koran, over de sunnah, over de madhahib, over de ulama. Sommigen gaan zelfs terug in de geschiedenis om een geleerde te bekritiseren, zoals de imam Nawawi radiyallahu anh, terwijl ze niet eens de naam in het Arabisch kunnen spreken. Of lezen of schrijven. Wat is de uitdaging hierin, geliefde broeders en zusters, is onwetendheid. Op het moment dat jij jezelf leert om jezelf te kennen, om Allah te kennen en om de juiste stappen te zetten om kennis te vergaren, dan kun jij de functie die Allah Azza wa Jalla voor jou als mens heeft gewild, op de juiste wijze vervullen. En daarom, als wij de toestand van de umma willen verbeteren, zoals de Koran dat heel mooi beschrijft en benadrukt, Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. We kunnen de hele dag naar anderen wijzen. Het is de media. Het zijn de overheden. Het zijn de vijanden. Het zijn de ministers. Het zijn iedereen wijst naar de ander. Draag jouw verantwoordelijkheid als individu binnen jouw privé sfeer, zoals de profeet dat ook deed. Hij begon eerst met zichzelf. Vervolgens begon hij met zijn familieleden, met zijn vrienden, met zijn kennissen. En zo ging hij elke keer een stap verder om de wereld een stuk mooier te maken. En alhamdulillah, vandaag de dag kennen we bijna 2 miljard moslims. Met de eerste stap die één persoon heeft gezet, omdat hij in een missie had en in zijn doelen geloofde. Dat wil niet zeggen dat anderen het niet hoeven te doen, maar begin bij jezelf, zoals de Koran dat mooi beschrijft. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om na te denken over de fundamenten van dit concept van kennis vergaren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit weer dezelfde status krijgt als in de tijd van de profeet, in de tijd van de metgezellen, in de tijd van de vrome voorgangers. Want wat maakte, laten we daar even eens over reflecteren, wat maakt de Ottomaanse Rijk zo bijzonder? Wat maakt de tijden van Andalusië zo bijzonder? Waarom stonden ze toen aan de top? Waren ze in een meerderheid? Nee, integendeel, ze waren in een zeer kleine minderheid. Hadden ze meer bezittingen? Hadden ze meer geld? Nee, ze hadden een verhaal. Ze hadden een boodschap waarin ze geloofden en ze investeerden dag en nacht in kennis. Ze investeerden alles wat ze hadden in kennis om met de umma vooruit te komen. Niet zoals vandaag de dag. Er wordt meer dan 100 miljoen betaald voor één speler. Voor één speler. Er worden miljarden uitgegeven om één specifieke wedstrijd uit te zenden. En als je kijkt naar scholen, dan zie je kapotte stoelen, kapotte tafels, docenten en leerkrachten die het minimum krijgen. Niet alleen maar in islamitische landen, ook hier in Nederland. Waarom hebben we leraren tekort? Omdat de onderwijzer, de leraar, niet de status krijgt die hij of zij zou moeten krijgen. Zo simpel is dat. En daarom zien wij, in welke beschaving dan ook, op het moment dat ze positie of kennis
een bepaalde positie geven die kennis dient, vooruit komt. Omdat kennis is dat de hele beschaving vooruit gaat en vooruit komt. Omdat kennis een van de belangrijke fundamenten is. Tweede fundament, geliefde broeders en zusters, waar we ook naar moeten kijken. Geliefde broeders en zusters, is het gezin. Zeker in deze tijd waarin het gezin wordt gebagatelliseerd. Waarin de status van het gezin achterwege wordt gelaten. Het is niet belangrijk. Je kan me trouwen met wie je wilt. Je kan kinderen baren op welke manier je dan ook wilt. Gezin is niet meer belangrijk. Op het moment dat wij leren gezin te waarderen. En daarom moeten we bij onszelf beginnen. En dat ook verspreiden en onze kinderen meegeven. Het gezin is een fundament. Met name de moeder. Zoals Shawqi rahimahullah zegt. Hij zegt, al-ummu madrasa is een school. Als je haar op de juiste wijze bouwt. Dan zal jij een generatie krijgen waar je u tegen zegt. Omdat de moeder een fundament is. En daarom dient de moeder bewust te zijn van haar rollen. Van haar taken. Als moeder in de eerste instantie. Want dat is jouw taak op aarde. En de vader dient bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid als vader. Als vader in de eerste instantie. Op het moment dat die balans komt, dan kunnen we een mooi gezin stichten die een verlossing zou kunnen zijn voor de generaties hierna. Want als het zo blijft, met de ideeën die we krijgen, met de opvattingen die we krijgen, die niet overeenkomen met het menselijke verstand en menselijke natuur, laat staan wat Allah azawajal hierover zegt. Daarom is het belangrijk om daar bewust van te zijn, geliefde broeders en zusters, en om daar uiterst ons best voor te doen om het maximale uit ons leven te halen. En ik sluit af met het volgende. De sfeer. De sfeer, geliefde broeders en zusters, waarin kennis wordt vergaard, moet de top zijn. Ik spreek ook de moskeeën aan. Want we hebben vandaag de dag talloze moskeeën die geen onderwijzers kunnen vinden. Lerarentekort hebben we niet alleen maar op het reguliere onderwijs. We hebben dat ook in moskeeën. We hebben geen mensen die onze kinderen kunnen onderwijzen. Koran niet, Arabisch taal niet. Elke moskee klaagt hierover. En als we dat willen verbeteren, geliefde broeders en zusters, dan moeten we de positie en de sfeer eromheen verbeteren. Alles moet top zijn. Alles moet comfortabel zijn. Alles moet goed zijn. Waarom? Er zijn talloze verleidingen die ons daarvan zouden kunnen weerhouden. Op het moment dat we een redelijk mooi, comfortabele alternatief kunnen creëren, dan kunnen we ook iets met elkaar betekenen. Het is een lastige uitdaging, maar met de krachten die wij hebben, als we die gaan bundelen en die minder bezig zijn met elkaar, dan kunnen we veel mooie dingen bereiken. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu ghafurur rahim.